Bruis staat naast me. Ja! Even niet op de foto. Nu even niet, nee. Gezellig. En we staan nu hier op de Schakenbos. En mijn andere mama. Mwah. Goedemorgen, welkom bij deze speciale vlog. Dan zou je denken, speciale vlog. Ja, zoals je merkt staat deze om 10 uur dus online. Want Ro en ik zijn dus vandaag precies 3 jaar getrouwd. Ja, want wij zijn dus getrouwd op 11/12/2018 om 10 uur. Dus ik neem jullie gewoon even een heel vluchtig snel kijkje door onze 3 jaar heen, wat we allemaal in principe hebben gedaan. Vriendschap komen en die gaan ook. Dus ook die staan erop. Dus, maar wij wensen jullie wel heel veel kijkplezier bij deze speciale vlog. Nergens nodig, hoor. Nee. Doe ik hem weer uit. Ja, en toen werd het bruidje dus in de make-up gezet. Mijn liefhebbende dochter. Hè? Als ik slaap. Echt niet. Echt wel. Ik ben trots op haar. Wat is jammer. Dat ik niet slaap. Ze schrok. Oh. Ja. Maar dat, en dat heb ik nooit bij hem. Maar dit is eventjes een andere stoel. Dat is eventjes even wennen. Dat is natuurlijk een stoel. Natuurlijk, altijd. Weet je toch? En dan weet u wie en wie hij allemaal op en op de foto zet, man. Ik heb toch genoeg aan dat tubetje. Gewoon erop smeren. Ik heb dat er ook op, enkel ik heb een rotere fles thuis. Ja, maar dit is L'Oreal, man. Ja, wat denk je wat L'Oreal? Ik thuis heb staan? L'Oreal, ja, wel! L'Oreal. Er werd dus even reclame gemaakt, maar we worden er niet voor betaald. Ik heb gewoon de dure gepakt, helemaal fout. Niet fout, is goed. En dan ben ik tenminste eens een keertje duur. Hey Loon! Nou, dit is dus mijn fotograaf. Ja, dat wist ik al. Ja, en dit is Henk Ros. Als je hem wil vinden, google hem. Ik ben onvindbaar. Wel nee! Echt niet. Henk. Ja? Mag nog niet. Tuurlijk wel. Koud, hè? Nee hoor. Ja hoor. Ik vind het onmeevallen. Hier, ik sta te nikkelen. En jij hier. Kijk, je mail en die kan hier in principe blijven staan. Ja. Het is een BM en auto. Dus die krijgt er geen problemen mee. Dat mag je vandaag tegen ome Koen uitleggen waar, hoe en wat. Ja, heel graag. Nou, duidelijker kan niet. Hé, u bent getrouwd, maar
van haar werk en beloof u getrouw alle plichten te zullen vervullen die de wet aan uw huwelijk te staan verbindt. Wat is daarop uw antwoord? Ja, dat zal ik doen. Jee, hebben jullie het gehoord getuigen? Ja. Nou, dan verklaar ik als buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand in Gravenhagen dat mevrouw van der Werf en meneer Staalman door het huwelijk aan elkaar zijn verbonden. U mag elkaar feliciteren. Een bus. U mag elkaar kussen. Foto's, camera's. Kussen. Zo, ja. Wat zijn wij nu? We zijn getrouwd volgens mij. Ik heb een ring op. Is het zo? Ik ben geringd. Geringd. En nou zit je aan de ketting aan me vast. Ja. Je hebt een ketting om. Dat, en dat zei Jan altijd. Ja. Ja, ik krijg een ketting om mijn poot heen. Ja. Dus dan weet je dat eventjes. Okay, zit daar een ketting op jou te wachten? Nou, ik wou het eigenlijk nog gekker maken, maar dat hebben we maar niet gedaan, want dat mag eigenlijk ook niet meer. Met blikjes achter de auto. Ah, ja. Nee, maar dat mag niet meer. Blikjes achter de auto. Nee, geen zo'n troep, hè. Als die blikjes gaan slijten, dan gaat het eruit. Dus. Nou gaan we naar onze mooie shootlocatie. De bruid staat naast me. Ja! Yeah! Even niet op de foto. Nu even niet, nee. Gezellig. En we staan nu hier op het Schakenbos. En mijn andere mama. Ja. En daar zijn ze nu aan het foto's maken. Oh. En mijn mama is er ook, mijn andere mama. Heel veel mama's. Heel veel mama's vandaag. En mijn andere mama die komt ook zo wat. Zo. En wie heeft de broek aan? Ik! Je bent een korte broek. Ja, tuurlijk. En we hebben toch de broek aan. Ja, dit. Wow. Hij spoort niet. Nee. Ik heb een traantje gelaten. Ja. En van het lachen. Dat scheelt niet. Oh, oh. En maar ben je weer doof of niet? Een beetje. Ja, en dat is dus het risico. Je oor in het water houden. Dan zwemmen. Onder water zwemmen. Ja, ook dat. Yeah. Ja, ik ga vandaag even je neus even een beetje doorspoelen, schat. Je zit helemaal vol, hè? Jij. Jij. Ja, en zeg maar, ik ga morgen naar mijn mama en naar mijn vrouwtje toe. Hé, Rijke. Dat is Rijke. En je mag wel wat vertellen, hoor, aan de kijkers. Wat voor dingen? En wat voor dingen? Vluchtjes, weet ik het. Duveltjes. Duveltjes? Ja. En een doosje. Nee, gewoon. Zo heten die dingen. Duveltjes. Als je naar de gamma toe gaat, of waar dan ook, of nog naar de praxis, en je vraagt om duveltjes, moeten ze het weten wat het is. En anders is het geen goede winkel. Waarom ze het duveltjes hebben genoemd, weet ik ook niet. Maar... Nee, ik ook. Ik heb aan de ene kant van je gezicht een beetje schaduw. Ja, ik heb donker. Licht aan. Zo, mensen. We zijn op het adres beland. En geen aanbeland, nee. Ja, we gaan het nu richting die kant oplopen. Het is in Gouda, het is op een industrieterrein niet. Maar het is bij allemaal woonwinkels. Gamma heb je hier, achter mij. Nee, ik word daar niet voor gesponsord. En deze paarse gebouw, deze, daar is het. Nou, we zitten dus nu hier, gezellig, bij een trap en uitzicht op een keuken. Maar iemand anders, de eigenaar, die heeft dus gezegd en dat we gezellig aan de andere kant daar bij dat tafeltje mogen zitten daar. Lekker op de uitzicht op de keuken. Ja,
Ja, ik. En ik film nou mezelf, oh, hoor. Nou, je mag er ook op, hoor. Hi. Wil je hier in het hoekje zitten? Ja, dadelijk in het hoekje zitten ook. Prima. Dus dat wordt nu voor ons geregeld. Je mag een handtekening filmen. Nee, ik film je ook niet. Als je het niet wil, en dan film ik je niet, hoor. Vloggen. Oh, je bent wat vloggen. Ja. Gezellig. Ja, maar nou komt het wel in beeld, hè? Oké. Ja, oké. Dat zijn weer Amsterdammers, hè? Lekker open, toch? Ja. Of vind je dit niet zo hier? Toch leuk? Waarom? Ja, dat is inderdaad wat anders, ja. Nee, maar we gaan ze wel eens een keertje uitnodigen voor Gouda. Oh, zou ik je helpen? Ja. Nou, wij gaan wachten en dan komt het wel helemaal dikke en prima in orde. Jij bent lekker aan het magneetvissen. Het was meteen al de bingo, want we hebben iets gevonden. Iets heel smerigs, een buis of iets dergelijks. Dus ja, wel grappig, meteen een bingo. Gooi het hem erin, bingo. Ja, we zijn dus nu vlak bij het doel. Ja, ik neem jullie mee. En we hebben nog even andere mensen achter. Ah, mag ik even mijn mond houden? Ja, tegen mij. Oh, jammer. Nee, maar we hebben nog even andere mensen ook mee. Maar die willen dus nog niet in beeld. Dat zijn onze oosterburen, toch? Zuiderburen. Zuiderburen, sorry. Oosterburen zijn Duitsers. Nou ja, ook. Sorry. Jammer dan. Dus. We hebben ook westerburen, maar er zit nog een stukje zee tussen. Ja, klopt, correct. De buren zitten heel eind. Er zit ook een stuk zee tussen. Ja, joh, toch wel. Ja. Britse monument, 4 kilometer die kant op. Onze Lieve Vrouwenkerk, Kieldrecht Kallo. Fort Liefkenshoek, 12 kilometer. Dat is een bewoond dorp. Even kijken wat hier is. Dat zijn kapotte plaketten. Brits monument. Hier stond voorheen het Brits monument opgericht. In juni 1948, afgebroken in maart 2011. Het Britse monument. Oké. Heeft dus alles van harte welkom in deze prachtige vrouwenzaal. Vrouwenlocatie hier in Den Haag. Het Stadhuis Duin. 11 december 2018. Mooie dagen om te onthouden. Ja? Ja. We zijn hier bij elkaar gekomen, dames en heren. Kunt u een beetje wat harder spreken? Ik ga mijn best doen, meneer. We zijn hier bij elkaar gekomen om het huwelijk te voltrekken van mevrouw van der Werf en meneer Staalman. Dat zien jullie er prachtig uit. En ook alle uitgenodigden. Mag ik een applaus voor het bruidspaar, dames en heren? Heel mooi allemaal. Nou, voordat ik verder kan gaan met het huwelijk, moet ik zeker zijn dat de juiste personen aanwezig zijn. En wie zijn de juiste personen? De bruidspaar natuurlijk, die hebben we al gezien. Daar hebben we voor geapplaudisseerd. Maar ook de getuigen. En als het goed is, zitten ze op de voorste rij. Klopt, hè? Ja. Ik ga even de namen van de getuigen opnoemen. Mevrouw de Jong. Meneer de Jong, graag. Ja, oké, dan zeg ik het al. Uiteraard. Mevrouw Rechter. Ga met u.
aanwezig? Wat zijn de getuigen? Hé, hey, die zijn voor mij ook heel belangrijk vandaag. Want, hebben jullie enig idee waarom jullie rol en taak zo belangrijk is vandaag? Getuigen, hebben jullie een idee? Ik heb het geweten. Nou, vertel. We moeten erop toezien dat ze de huurlijkse voorwaarden volbrengen. Helemaal. Natuurlijk zit er maar aan. En hebben jullie een idee wat jullie rol en taak zijn als getuigen? Mijn dochter bijstaan. Onderhand? Ja, helemaal waar. Zowel ook als eventjes traantjes heb, eventjes helpen. Nou, mooi. Heel mooi. Blijven, met traan uitblijven. Ja, nou, heel mooi gezegd hoor. Moet ik nog mijn oude hand even doen? Ja. Ja. Kruisje, rudder. Nee, nou, niemand. Ja. Zo, dat was hem alweer dan. Ik hoop dat jullie hebben genoten van een mooie, vluchtige 3 jaar. Want echt, ik heb heel goed uitgezocht. En dit was inderdaad een vluchtige 3 jaar van ons 3 jaar huwelijk. Dus vond je deze speciale vlog nog leuk? Ik zou zeggen, vergeet dat duimpje niet. Vergeet niet te abonneren. Doe het belletje aan en laat zeker een leuke reactie achter. En dan straks om 2 uur is gewoon weer een reguliere vlog. Dus ik zou zeggen, dank jullie wel voor het kijken. En have fun nog voor vandaag. Wij gaan ook leuke dingen doen. Wat, dat zien jullie volgende week. Dus dankjewel en tot de volgende keer. Doei!